put a little bit of shit, put a little bit of shit, put a, yeah, and a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. And a little bit of gasoline. Welcome to another crisis. Ja, en voordat jullie naar deze keer Rijnmond gaan kijken, zijn we deze keer Rijnmond een paar regeltjes. Minimaal 2 seizoenen bij een club. Dat bedoel ik met RKC dus bijvoorbeeld 2 jaar of iets minder. Eerst 4 jaar bij een kleine ploeg bedoel ik dus nu 2 jaar RKC dan een andere ploeg, ergens in het buitenland. Realistische transfers en werken met de jeugd. En bondscoach van een klein land worden, dat wil ik ook met Bert van Maarwijk. En we gaan natuurlijk 4 seizoenen bij een kleine ploeg. Nu dus RKC, misschien wel 2 jaar, misschien iets minder. En daarna gaan we de overstap maken naar een andere ploeg in middenmoot in het buitenland. Of misschien wel Nederland. We gaan allemaal kijken hoe het gaat lopen. Maar we hopen natuurlijk op een goede carrière van Bert van Maarwijk. En ooit weer bondscoach worden van het Nederlands elftal. Maar eerst maar een ander klein landje doen. Veel kijkplezier bij deze carrière. Yo mensen, voor deze video. Mijn naam is Westie van FIFABOY 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe RKC-carrière. Maar niet echt RKC, we hebben weer de 2 wedstrijden voor Hongarije. Het is de WK-kwalificatie. Ja, laten we hopen dat we nog met Hongarije de EK kunnen halen. Een WK kunnen halen. En dan gaan we het WK ook nog spelen met Hongarije. Ja, en dan gaan we weg bij Hongarije. Dan gaan we ook daar naar een ander land toe. We gaan dit seizoen natuurlijk al afsluiten bij RKC. Dan gaan we kijken of er andere middenmootploegen in Nederland ons wil hebben. Of anders in het buitenland. Kijk, ligt eraan wie Bert Maarwijk wil hebben. Maar eerst even de wedstrijd voor Hongarije tegen Wales. Nikolic en een prachtig doelpunt van hem. Het is de 0-1. We staan voor tegen Wales. En het is de 0-1 van onze spits. Nikolic, hoe je het ook uitspreekt. Ik spreek het zo uit. Het is de 1-0 voorsprong. 26e minuut nu. Als Wales eruit komt met Davies. Terug naar achteren. Hier de bal bij Allen. En nu weer Hongarije. Doetzak. Nikolic. Sorry voor de hapering hier. Dat ligt aan FIFA. Lowndes, Wales weer, die de bal die onderschept. Allen, Ramsey, Falks, Ramsey. Het is nu Wales die een gevaarlijk aanval gaat krijgen. Wales, hier met de bal naar Davies, Ramsey en Gareth Bale krijgt de bal goed bij Ramsey. En de redding van de doelman van Hongarije. 36e minuut nu. De bal richting Doetzak. Doetzak is er langs. Kan hem voorgeven. Dat gaat hij nu dan ook doen. Doetzak kappen en voorgeven. Geeft hij goed voor. Richting Dobos. Nee, de bal weggehaald. Ingooi voor Hongarije. Gevaarlijke plek. Vlak voor rust. Dobos. Doet ze bij Allen. Lowndes. En onderschept hier door Hongarije. Dan komt er een kans op de 2-0. En de redding van de doelman. Maar een strafschop. Overtreding van Wales. En de bal gaat op de stip. Doetzak achter de bal voor de 2-0. Vlak voor rust. Jullie weten, strafschop is niet mijn beste kant. Maar deze gaat erin. Het is de 2-0 voor Hongarije. Doetzak scoort. De aanvoerder van Hongarije. En we maken onze 2-0. Onze tweede doelpunt. 58e minuut nu. Dan doen we het goed in deze WK-kwalificatie. Dan staan we volgens mij bovenaan. Met Turkije in de buurt. Hier komt Kovac erin. Hongarije, Nikolic, bal bij Kovac. Kovac en het is 3-0. 6-6 minuut. Kovac scoort de invallen. Het is de 3-0 over en uit voor Wales. We gaan winnen van Wales in deze WK-kwalificatiewedstrijd. Hierna hebben we wedstrijd tegen Turkije. Moeten we eigenlijk ook winnen of minimaal gelijk spelen. Om dat goed af te sluiten. Ramsey. Dumut. Roberts. James. Allen richting Lowndes. Bale, nee, heel slecht geschoten. Extra tijd nu ingegaan. Waar het nog steeds 3-0 is. Maar komt er dan nog een doelpunt voor Wales? Of mag het zelfs ook niet gebeuren door Hongarije? Het lijkt niet te gebeuren, want extra tijd zit erop. En we winnen met 3-0 van Wales. En hebben nu dus de wedstrijd tegen Turkije. Wij staan op plaats nummer 1. Spanje gevolgd op 2 en Turkije op 3. Die zou het zo mooi zijn als wij weten te winnen van Turkije. In eigen huis. Maar goed, laten we hopen dat het in ieder geval een mooie wedstrijd wordt in deze WK-kwalificatie. We hebben het goed gedaan. Het EK, nu je weet dat het afgelopen is, hebben we verloren tegen Spanje. Die zit ook in deze groep. Daar hebben we daarna van gewonnen in deze groep. Dus dat is mooi. Nikolic hier weer met een prachtig schot, maar die bal gaat over. Jammer genoeg. Nu de hoekschop van Nagy. Speler naar voren geroepen, Doetzak.
Doucha kan dan voorgeven. Doucha richting Kadar. Weggekopt door Demiral. Ingooi wel voor Hongarije. Aan de gevaarlijke kant. Na 5 minuten gespeeld. Hier de bal bij Kleinhuisler. En het prachtig doelpunt. Het is 1-0. En een prachtig doelpunt van die middenvelder, zeg. 1-0 Hongarije. Mooi doelpunt. Mooi afstandsschot. Mooi in de kruising. 23e minuut. Turkije wil natuurlijk doelpunten bij. Dat is een heel slechte paas. Komt niet, dan zou je zeggen, die komt niet aan. Maar toch bijna nog. Maar de bal gaat over de zijlijn. Dan is de ingooi voor Hongarije. Dobos. Dobos. Krijgt de bal weer terug. 26e minuut. Dobos. De bal weer kwijt. Toprak. En de bal is nu weer voor Turkije in de aanval. Mali. Kaldrim. Kaldrim. Toussaint. En dus Ünal krijgt de bal weer terug. En de redding van de doelman. Goede redding. Bal is weer voor Turkije. Het is even druk vlak voor rust. Komt er dan een doelpunt aan voor Turkije? Komt er dan de gelijkmaker? Laten we hopen van niet. Onderschept de Hongarije, weggewerkt. Goed gedaan. Zo geen kans op de 1-1 voor Turkije. Kaldrim. Mali. Onderschept weer. Nee, bal is voor Turkije. Mali. Kunnen ze de bal afgeven? Dat doen ze hier. Toussaint. En het is gereid weer door die doelman van Hongarije. Komt er nog een gele kaart. Door een overtreding op het veld. Van de Hongaarse speler. 58e minuut. Hongarije nog steeds op de 1-0 voorsprong staat. Hier de bal bij Turkije weer. Achterin. Raken ze die bal alweer kwijt. Nee, de bal wordt behouden. Meli. Kaldrim. Weer heel onschept. Dobos is wel ingevoerd voor Turkije op een gevaarlijke plek. 62e minuut. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor Hongarije. Mocht het zo blijven is het natuurlijk top. Maar het liefst willen ze hem nog uitbreiden natuurlijk, Hongarije. Maar die gelijkmaker willen ze zeker niet. En hier komt Turkije weer. Enes Ünal. Toch wel een beetje de gevaarlijke man bij Turkije. Krijgt de bal goed bij zijn medespeler. Die bal gaat net over. Geen wissel. Dat gaat Hongarije nog niet doen. Gaat met deze elf blijven staan. Nog een kwartier te gaan. Ünder. Ünder is de langste. De verdediging is het bos ingezet van Hongarije. Dan komt er een kans voor Turkije om al Enes Ünal. En het is de 1-1. Sorry, een beetje slijm. Maar het is de 1-1. En het is de gevaarlijke man Enes Ünal. Die de gelijkmaker scoort. En dat is heel erg zuur voor ons. En zo is het dus alweer gelijk. En het lijkt het tenminste te eindigen in een gelijk spel. Want ja, hier gaan we nog een keer in de aanval. Laten we hopen dat we nog wat kunnen doen. Kunnen we nog de voorsprong binnenschieten. Het is nog een vrije trap. Op een gevaarlijke plek. En dat is mooi. Kunnen wij uit de vrije trap nog wat moois doen. Kovac. Of wordt het toch de doelman met die bal? Ik ben niet zo goed in vrije trappen. Ik probeer het wel zo goed mogelijk te doen. Maar goed, laten we gewoon kijken. En de bal gered door de doelman van Turkije. Hollander komt erin bij Hongarije. Voor Nikolic. Verrassende wissel, maar het mag niet meer baten. Want we gaan gelijk spelen tegen Turkije. We hebben lang voorgestaan. Maar toen kwam de gelijkmaker van Enes Ünal. Kennen we natuurlijk van zijn Twente-tijd. Maar goed, we hebben dus gelijk gespeeld in deze WK-kwalificatie. Goed, het is geen verlies, dus ze hoeven niet zo zuur te zijn. De volgende wedstrijd gaan we weer spelen. Dat zie je in de volgende aflevering volgende week. Ik bedank voor het kijken naar deze video. Druk op het duimpje als je het niet hebt gedaan. En dan zeg ik ja, bedankt voor het kijken. En dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu, later. Yeah.